Breaking Mol nieuws in Wie is de Mol land. Yo mensen! Er zijn weer wat nieuwe dingen ontdekt op de grote social media accounts zoals Instagram, Facebook en Twitter. Let wel op, er zit hier een hele grote spoiler alert op voor het verloop van komend seizoen. Allereerst heb ik een grandioze hint naar Letitia als mol. Ze zegt namelijk in haar biecht het volgende. We moesten een pleidooi voor gaan bereiden om mensen te gaan overtuigen dat ik niet de mol ben. Hoe dan? Zegt ze hiermee dat ze de mol is? Hoe dan? Hoe dan? Ik weet niet hoe ik mijzelf als mol nou moet gaan verdedigen tegen, zodat mensen niet denken dat ik de mol ben. Dan heb ik nog een anti-mol-actie richting Thomas, Hila en Everon. Aan het einde van opdracht 2 avondklok horen we namelijk dat zij als enige groepje maar 4 seconden op afstand zaten van de 11 uur 22. Door het schema van de thermometer kwam ik daarachter. En daarbij zag ik ook dat de andere 2 groepjes dus al wat meer seconden afstand zaten. Dus het zou heel waarschijnlijk zijn dat sowieso in die 2 groepjes dat daar de mol zou zitten. Maar dit is natuurlijk nog niet genoeg bewijs waarom Thomas, Hila en Everon nou geen mol zijn. Aan het begin van aflevering 1 horen we Thomas al zeggen: ik ben heel alert op de omgeving, ik ben heel erg bezig met het kijken naar wat Rick zegt en alles. Dit versterkt dat effect. Door dit effect samen lijkt het mij dat Thomas sowieso al niet de mol is. Om dit allemaal nog eens te versterken gaan we naar de volgende hint. In het begin van aflevering 1 zien we namelijk een stukje van de gemaskerde mens. Ik heb te horen gekregen van mollenjagers op Instagram en Max van den Broek van de Telegraaf dat we een paar gezichten al hebben gevonden. Het gaat hierbij om de gezichten van Thomas, Letitia, Welmoed, Freesia en Everon. De gezichten van Glenn, Sahil, Kim en Arno, die zijn nog niet gevonden. Dus het zou heel erg goed kunnen dat één van deze mensen de mol is. Behalve Suzanne dan, want die is natuurlijk afgevallen. Het is een niet 100% waterdichte hint, dus daarvoor waarschuw ik alvast. Het kan namelijk ook zijn dat elke kandidaat in de menigte staat en dat de mol misschien als enigste van de trap afloopt. Dus we moeten met z'n allen gaan zoeken naar wie er in de menigte staat. Het moet echt, want misschien kunnen we dan gewoon de mol al nu al ontmaskeren. Maar in Wie is de Mol is natuurlijk niets is wat het lijkt, dus kijk goed uit. Maar hoe sluit het nou weer aan bij Hila, Everon en Thomas als niet-mol? Nou, Hila en Everon en Thomas, die zijn alle 3 dus al door ons gevonden in de zaal. Mocht het betekenen dat deze mensen allemaal afvallers zijn, dan is het dus sowieso al zo dat Hila, Everon en Thomas niet de mol zijn. Je mag zelf vinden wat je ervan vindt, je mag geloven wat je gelooft, maar pas zaterdag wel goed op je punten. Dan heb ik nog een grote hint naar Freesia als mol. Die is gevonden door de jacht naar de mol op Instagram. Die zegt namelijk het volgende. De kandidaten hebben allemaal een biechttijd, dus die nemen altijd biechten op. En de makers, die editen dat in de montage, zeg maar, in de aflevering. Hoeveel biecht iedereen heeft. En zij weten natuurlijk wie de mol is. Om te zorgen dat de mol op achtergrond blijft, doen ze waarschijnlijk de mol minder biechttijd geven in de aflevering. Daar heeft de jacht naar de mol op Instagram een heel mooi schema van gemaakt. En daarin zien we dat Freesia maar 43 seconden heeft gebiecht in de aflevering zelf. Dat is de kortste tijd van alle andere kandidaten. Dit zou toeval kunnen zijn, maar het zou natuurlijk ook gewoon kunnen dat de makers dit expres doen. Tot slot nog een hint van mollenjagers op Instagram. Dit gaat over de leader. De eerste 10 mensen in de leader, die zijn voor het shot met de gemaskerde mensen, oftewel de ontknoping. En wie is er na het shot van de gemaskerde mensen in de ontknoping? Letitia. De afleveringstitel is namelijk ook: de tijd zal het leren. Leert de tijd ons dat Letitia de mol is? Goed, tot zover pittige stof om over na te denken. Zaterdag is het weer zover. Zet je punten goed in op de mol die jij echt denkt. Ik zelf ga mijn punten zetten op Letitia en Kim.
Waarom op deze twee? Omdat dit gewoon op dit moment gewoon de beste keuzes zijn voor mijzelf. En dat zegt mijn gevoel. En als mijn gevoel het zegt, is het meestal goed. Maar vorig jaar kwam ik in een tunnelvisie. En die tunnelvisie was op Ron in het jubileumseizoen. Toen heb ik al mijn punten op Ron gezet en toen ging die eruit. Dus je moet niet altijd geloven wat ik zeg. Nou, bedankt voor het kijken naar deze extra video eigenlijk. Dit is pittige stof om over na te denken. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie maandag weer. Doei.